Het is druk in het Gentse graffiti-straatje. Vrijdag zijn de muren hier volledig blauw geschilderd en dat lege canvas trekt graffiti-kunstenaars aan om ze opnieuw te vullen. Om de zoveel jaar, eigenlijk ieder jaar, schilderen we het graffiti-straatje helemaal proper en met het idee om eigenlijk het straatje te resetten. En een van de leuke dingen is aan het straatje dat iedereen welkom is om te komen schilderen, maar dat resulteert dan eigenlijk ook dat op den duur dat er allemaal kriebelkrabbels op de muur staan, waardoor dat veel artiesten eigenlijk de straat ook zullen mijden. Dus daarmee, we schilderen het helemaal opnieuw. En we nodigen dan ook een handvol, maar iedereen die wil eigenlijk, uit om de muren samen op met ons een nieuw leven te komen geven. Jong en minder jong zijn hier vandaag aan de slag en ook mensen met en zonder ervaring. Ze zijn allemaal blij dat er opnieuw wat ruimte is om zich op uit te leven. Ik denk dat het wel belangrijk is van de vrijheid hebben voor inderdaad regelmatig een reset te hebben. En altijd een nieuwe wind hier eigenlijk door de straat waait. Dat geeft eigenlijk ook nieuwe inspiratie en andere mensen een drijfveer voor hier ook te komen schilderen. Naast de mooie tekeningen waarin duidelijk tijd en moeite gekropen is, staat het hier een dag na de herschildering ook vol met krabbels. Tags, zoals ze hier zeggen, en daar is niet iedereen in het graffiti-wereldje altijd even blij mee. Dat is een van de grote problemen met die kriebelkrabbels bijvoorbeeld. Dat komt voort uit eigenlijk een gebrek aan kritisch denken. Maar bij asociale zone, het mag toch. Dus die het mag toch mentaliteit, dat doet een klein beetje af aan toch wel de sfeer van de straatje. Ik zelf hou meer van figuratieve en grafische composities, omdat mij dat persoonlijk uitdaagt. Maar ik kan mij wel inleven dat andere mensen heel graag ook bepaalde lettertypes zien en bepaalde kleuren of manieren hoe dat die tags eigenlijk worden gemaakt. Want dat is veel complexer uiteindelijk dan dat het eruit ziet. En dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. Die tags zijn een soort handtekening op de muur. Een teken dat iemand er gewerkt of zelfs gewoon geweest is. Je vindt ze overal in de stad, maar hier zijn ze misschien wat overbodig. We hebben hier gisteren, ik en mijn crew, we hebben dan heel de stad, heel het straatje helemaal proper gezet. En wij worden dat ook vooral doen om artiesten een proper canvas te geven om te werken. Niet gewoon kriebelkrabbels die dat ze eigenlijk opnieuw moesten verbergen aan de hand van hun werk. Dus dat is mijn... Ik ben er niet boos over. Teleurgesteld, godverdomme, ik voel mij oud als ik dat zeg. Maar daar komt het wel op neer.